otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Goedemorgen, we zijn weer wakker. We gaan gezellig even naar beneden. Gaan een kopje koffie drinken. Met ons Jurg. De televisie staat alweer aan. Ik heb een maskertje opgedaan. Een sea butter chocolademasker. Ik zou er bijna van aan eten. Ja, papo. Het is een heerlijk masker. Dus het droogt op. Dus het wordt ook strak volgens mij. Dus ik ga heel snel even die lekkere yoghurt opeten die ons Jurg voor ons gemaakt heeft. En hij zit alweer te kijken, want volgens mij is vandaag de Formule 1 in... Nee, volgende week, het is oud. Oh, nou, dat is nou weer jammer dan, hè. Dus geen Max Verstappen dit weekend. Nee. Want de hele boel gaat naar... Turkije. Zo, Turkije. Het masker is eraf. We gaan van het ene masker in het andere masker. Het is echt, ik heb nu een vochtinbrengend masker erop. Dus dat brengt weer even wat frisheid in het gezicht terug, zeggen ze. Ik voel het ook helemaal fris prikkelen. Ik heb hem best wel lang erop gehad. Jurg is net klaar met sporten. Die zit weer op zijn oude vertrouwde plekje. En wat heeft hij gedaan voor ons? Hij heeft een super lekker broodje gemaakt. We hebben echt een chill dag vandaag. Dus we gaan ons zo nog aankleden, want we moeten zo wel weg naar de bakker. Die verse oliebollen halen, hè? Ik zou nog even wat spullen van Johan meebrengen. Oh, je zou nog even wat spullen van Johan meebrengen. Johan is onze overbuurman. En hoe heb je gesport? Altijd top. Altijd top? Lekker in je eigen sportschooltje? Perfect. Nou, maar ik mis Aquapa wel, hè? Ja? Ah, dan ben je wel blij om dat te horen. Volgende week weer, hè? Dat hoop ik, want ik heb gehoord dat vanaf maandag alle bars en restaurants dichtgaan. En dat er ook in de sportscholen sporten en dergelijke beperkingen komen. Dus dat moeten we nog maar afwachten. We gaan het tweede masker eventjes lekker eraf halen. En dan gaan we even lekker douchen, aankleden, opknappen. En dan gaan we even weg. Dan hebben we nog allerlei dingetjes die we moeten gaan doen. Dus... Nou, met een nieuwe verfrissende huidje straks is het natuurlijk heerlijk om naar buiten toe te gaan. Jurg is even de buurman aan het helpen, want Johan die had wat oude spulletjes. En die moesten naar de kringloop, dus die is dat even aan het regelen voor de buurman. En tegen de tijd dat hij terug is, ben ik klaar en kunnen we gezellig op pad. Jeetje, wat is die wappie slim. Nou, jullie hebben dat niet gezien. Maar hij ging dus gewoon op het krukje en tikte me met zijn voetje... Tegen de mand waar de riemen hangen. Zo van, hallo, ik ga mee, hè? Maar wappie, we gaan even naar de bakker en dan mag jij niet naar binnen. Dus je moet even hier blijven, lieverd. Ik heb zijn jas aan. En wappie heeft zijn zin. Ja, doe maar wel even zijn jas aan dan, want hij heeft het... Maar dat gaat Spike allemaal zien, Jurg. En dan denkt Spike van, dan wil ik ook wel mee. Spike krijgt ook zijn jas aan, want die is natuurlijk ook al helemaal verspaansd. Oh, hij gaat zelf eens even zijn riem pakken. Hallo. Hoe is het met jou? Goed. Wat heb ik je lang niet gezien? Ja, ik heb ook niet. Zie ik nou gewoon dat jij oogschaduw op hebt? Wauw. Jeetje, wat een mooie fiets. Het lijkt wel een clown. Nou, en de papa het een beetje eraf gehaald, of niet? Ja, een beetje. Ja. Hey, en dan zal ik je wat vertellen. Als jij nou kijkt en even zwaait. Dan kan papa je van de week gewoon even een filmpje laten zien. En dan kom je gewoon bij ons in de vlog. En die is ook wel heel erg goed, buurman. Ik breng even de mondkapjes weg. Praat jij even gezellig met Bert. Hoi, hoi, schat. Nou, die fietsen gewoon... Ik kom ook even mee fietsen. Fiets jij gewoon even mee? Wat gezellig. Hoi. De buurjongen is thuis. Nou, jij weet het nog niet, maar ik heb 3 mondkapjes voor jullie. Oh, ja. En, omdat jij mij het verhaal vertelde natuurlijk gisteren, heb ik er wel een hele toepasselijke voor je. Of niet? Ja, dus als je dan ergens heen moet, dan ben je vast helemaal in stijl. Ja, ik kan het leren. Eén voor je vader, één voor je moeder. En geef ze maar eens een dikke kus. Ja. Oké, doei doeg. Had je verteld dat je me had verteld van de kitten? Ja. Ah, mooi zo. Ja, van de kitten. Oh, zo lieve kleine poes. Kleintje. Kijk dan. Nou, dit is toch wel een schatje, hè? Ja.
Oh, zo lief. Ja, er komen nog meer buren aan. Hoe is het met je schat? Goed, met jullie. Wat worden ze allemaal groot. Gezellig, ja, kijk eens. Kijk eens. Ze is niet meer zo klein. Ze is niet meer zo klein, hummeltje. Bijna 4. Jezus, wat gaat er toch allemaal hard. Wat gezellig toch allemaal met alle buren. Iedereen die blij is dat we er weer even zijn. Of niet? Zeker. Iedereen is bezorgd. Over de corona ook. Het blijft toch het gesprek van de dag, hè? Ja, iedere keer. Iedere keer weer. Komt het er weer op uit. Komt het er toch op terug. Op de corona. Maar ja, dat is ook wel waar we nu mee leven op dit moment. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel vanzelfsprekend dan, toch? En nu gaan we eventjes gezellig eerst even naar de bakker. Even de broodjes halen en dan de schoenen halen. Nee, ik moet eerst naar de bakker, want Linda is bij de bakkerij. Oké. En dan daarna halen we de schoenen. Ja. En schat, zie ik er weer een beetje opgeknapt uit naar die maskertjes en zo allemaal? Ja, ik vind dat jij er altijd goed uitziet, liever. Nou, dat vind ik wel heel erg lief van je, dat je dat zegt. Heb jij geen botox voor nodig? Nou ja. Ik weet hoe vrouwen zijn, hè? Oh ja, is dat zo? We gaan even lekkere broodjes halen. En we gaan natuurlijk vanavond eten met Tess, of niet? Ja, ja. Dat gaat ook nog gebeuren, ja. Dus we kunnen wel wat lekkers meenemen voor Tess. Ja, nou, we zijn natuurlijk weer eventjes in de bakkerij bij Linda. Kijk eens wat een lekkere dingen ze allemaal heeft klaargelegd voor ons, Jurgen. Jongen, jongen. Wat zit er in die zak? Die? Ja. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Oh, dat zijn de echte bollen van Linda. Oliebollen. Ik ben net al sneller dan ik. Kijk eens hoe knap ze eruit ziet, die vriendin van mij. Vind je? Echt wel? Oké. Okay. Super knap. Oké. Okay. Nou, we hebben de spullen opgehaald bij Linda. Ja, lekker. Hele tas vol. Jongen, jongen, allemaal lekkernij. Ja, en die mag wel achterin de... Anders dan eten we onder het. Ja, ja, lijkt me heel verstandig. We gaan even de schoenen ophalen. Zullen we met de trap gaan? Ja. Ja, mijn laarsjes, ja, die hoge veterbol schoenen. We staan hier gewoon in de rij voor de winkel. Zo ontzettend druk als het is. Nou, dat is ook even een dingetje. Roltrap. Altijd, wat doe je nou? Ga weg. Ik denk ik wacht op jou. Nee, helemaal niet. Ik vind dat eng met die roltrap. Jurek, hou op met die onzin. Ja. Zit je me nou gewoon te testen? Nee, ik zou niet durven. Weet je gewoon achteruit te lopen? Nou, ik ben zeer benieuwd hoe de laarsjes zijn. Eerst even de handen rijden. Voor de hele winkel binnen gaan. Hou jij hem vast? Kan ik het ook even doen? Ik wil ook misschien even voor jou gelijk eens kunnen kijken. Ja, moet ik ze even passen? Ja, het zijn 189 euro. Nou, ik vind ze in één keer niet meer zo mooi. Dan kun je beter gewoon echte bergschoenen kopen, toch? Ja, precies. Ik ga liever nog even naar een andere winkel kijken. Okay. Kan je ze nog even passen, Lies, voor de zekerheid? Ja, ik doe ze toch wel even passen. Want, de nieuwe schoenen van oma. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Want die andere die je aan hebt, die staan ook weer leuk, hoor. Deze, hè? Ja. Die is ook een Je had je ook hier gehaald, toch? Ja, die komen ook hier vandaan. Ja, precies. Even de veters losmaken. Deze zit er goed hoor. Ja? Ik vind deze ook heel leuk hoor. Wel hè? Ja. Ja, deze zit er wel lekker hoor. Ja? Ja. Goed gekeurd. Hoe vind je ze? Ja, ik vind ze. Ja, ik heb ze al gezien. Ja? Ze zijn echt heel leuk. Ja. Hele mooie schoen. Top. Nou. Inpakken. Ready to go. Of hou je ze aan? Ik hou ze aan. Nou, super. Kun je ze gelijk inlopen? Ja, wel helemaal mooi. Ik heb ze aan. Kijk. Ik ben blij deze heb kunnen vinden. Ja toch? Ja. Zijn leuk hè? Super. Wat gaan we nu doen? Nou ja, er is niks open. Het brood terugbrengen. Het brood terugbrengen. Dus ik weet niet of jij nog iets moet hebben of zoek. Nee. Want als ik voor schoenen wil kijken, dan wil ik naar een zaak die echt die bergschoenen verkoopt. Moet je boven nog even kijken voor een broek? Dat kunnen we wel even doen. Ja, is goed. Dat kunnen we wel doen. Die moet je toch nog hebben? Ja, gaan we doen. Oh, ik ben er ook. Hey Mop, wil jij even zoeken? Doe ik. Waarom? Ja, je hebt gewoon een hele goede smaak. Oh, sorry. Of vind ik het gewoon heel makkelijk als jij kijkt? Ja, ik denk dat het eerder is. Ik jij het gewoon makkelijk vind, dus ik gewoon kijk voor jou. Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, dat is ook een leuke, ja. Vind je dat leuk? Ja.
wat? Hé, hey, dat is een mooie broek, hè? Ja, toch? Dat is zo lekker, is dat stretches, hè? Ja. Heerlijk. Hé, hey, en ik had nog een leuke truien voor je gepakt. Laat die eens zien. Oh, leuk is die, zeg. Ja? Ja, heel leuk. Hoe zit dat? Ja, lekker. Dat is toch lekker warm? Ja. Dat is ook lekker voor in Spanje. Vind je die leuk? Ja, top. Ja. Hoe zit die? Die zit beter. Is dat leuk? Zie je? Ja, moet je hem even van achter iets naar beneden trekken. Dat is een vestje, hè? Dus het hoort gewoon zo... Ja. Kijken. Zal ik de kleur leuk? Leuk, hè? Ja. Zal ik nog even van de andere erbij kijken? Mijn best. Kijk eens. Oh. Hoe vind je die? Ja, deze zit wel lekker. Hey, en dit vind je helemaal niks? Nee. Oké. Okay. No. Ik vond deze wel heel erg leuk. Met die mooie geborduurde letters. Ja. Wil je die nog even om aan doen? Ja. Dat is mooi geweest. En dat is mooi geweest, een beetje zat? Ja. Oh, die vind ik leuk. Ja. Zo mooi met die letters erop. Zullen we die ook doen dan? Ja, is goed. Allemaal ruim genoeg? Perfect. Nou. Ben je goed geslaagd, hè, in je winkeltje? Zo, wat heb je allemaal? Normaal. Tassen vol? Noem jij het eens op. Twee broeken. Jas. Jas. Twee of drie vestjes. Twee vestjes. Ja, truien. Vier truien. Zes t-shirts. 24 paar sokken. Dan zie je er weer mooi uit, schat. We gaan nou naar Tess. Ja. Lekker eten bij zus Tess. Alle spullen naar huis gebracht. Zo. Wij hebben flink geshopt voor jou. Dus jij kunt ook weer de winter door. Ik heb ook weer een goede broek aan mijn kont. Zeker weten. Zo belangrijk. En, ja, zeker weten. Kijk hoe mooi dit is nu, hè. Dat dakje zo super gemaakt. Super strak, hè. Dat is echt super strak. We zal even een lampje aandoen. Dan zien jullie ons misschien beter. Het wordt alweer donker. Het wordt al echt donker. Kijk, nu zijn we beter in beeld. Helaas, voor ons niet. Want wij gaan eten bij zus Tess. Ja. Maar voor jullie is dit de laatste video. Nee, het is niet de laatste video. Ik zeg het fout. Wat is dit? Even gewoon. We gaan gewoon verder. Maakt niks uit. Dit is wel weer het einde van deze dag video. Wij gaan lekker eten bij zus Tess. Echt zin in. Jurgen is heel erg blij met zijn kleding. Zeker weten. Die gaat jullie dat de volgende keer echt... Allemaal showen. Jullie hebben natuurlijk al het een en ander gezien. We hopen dat jullie het leuk vonden. Vinden jullie het nou leuk? Doe even dat bekende duimpje. Vergeet niet te abonneren. Dat blijft altijd gratis. Zet eventjes een reactie hieronder in de beschrijving. En als je goed opgelet hebt in de video, dan kun je zien welke trui ik het leukst vond. Zet het in de reacties en dan maak je kans om wat te winnen. Welke trui vond ik het leukst die Jurgen gekocht heb? Oeh, spannend. En dan bij deze zeggen we altijd weer... Toedel!